ter bescherming. Ben je al gevaccineerd? Nee. Ja, dat heeft met de leeftijd te maken. Damn, ik ben gevaccineerd. Bedenk alvast hoe u naar de priklocatie gaat. Dat kan met de fiets, het openbaar vervoer of met de auto. Net gevaccineerd is super blij. Welkom bij Almere laat zich vaccineren. In deze aflevering gaan we in op de zorgen bij jongvolwassenen over het wel of niet vaccineren. Deze groep beweegt zich het meest in de samenleving en is ook de groep die het heel erg zwaar heeft gehad tijdens de lockdown. De avondklok en alle andere beperkingen die het leven van een adolescent behoorlijk kunnen ontregelen. Deze groep krijgt ook onze speciale aandacht omdat als je jong bent, je makkelijk het gevoel hebt dat jou niets kan gebeuren, terwijl het virus ook jongeren heel zwaar kan treffen. Ik heb vandaag dit keer weer vier bijzondere gasten aan tafel. Een oud bekende natuurlijk is Aldrik Dijkstra. Die is er weer namens de GGD. Dankjewel. Verder heb ik aan tafel jongerenwerker, mag ik dat zeggen? Romeo Lobo? Zeker weten. Ja, toch? En dit gaat fout. Ik heb al mijn papieren hier. Zijn gaan door elkaar. Ik heb ook hier van Ali. Ali Live heb ik Stefano Henneveld. Stefano, welkom. Fijn dat je erbij bent. En ik heb jongeren. We hebben echt de jongeren erbij gehaald. De 16 jaar. Marissa. Marissa, welkom. Fijn dat jij er ook bij bent en dat je met ons mee wil praten hierover. Jij bent 16, dus nog niet gevaccineerd? Nee. Nee? Als je zou mogen, wanneer zou dat mogen? Ik denk wel binnenkort, want bijna alle groepen zijn al geweest. Mm-hmm. Zoals de ouderen, de mensen met problemen. Nou, ik noem het wel problemen, maar die echt aan de beurt zijn, dus... Wil je laten vaccineren? Ja en nee. Ik zit nog een beetje te twijfelen. Mm-hmm. Zo, wat is de twijfel? Vertel eens. Nou, aan de ene kant denk ik ja. Mm-hmm. Want ik heb mensen in mijn cirkel die in de zorg zitten en die echt voorzichtig moeten doen. Mm-hmm. En aan de ene kant denk ik nee, van je weet niet wat erin zit. Je weet niet wat met je gaat gebeuren. Je weet niet wat in je lichaam wordt gespoten. Dus daar ben ik nog... Waar ben je bang voor dat ze in je lichaam gaan spuiten? Allemaal rare dingen. Want zoals? Zoals dingen die niet in je lichaam horen. Mm-hmm. Zoals vreemde ziektes, bacteriën. Die kunnen zomaar in je lichaam komen. Als die in je lichaam komt, dan heb je echt een probleem. Ja. En daar ben je bang voor. Nou, gelukkig is het Aldrik. Daar, Aldrik. Ja, dit hoor ik echt van meerdere jongeren. Want die hebben gezegd, we hebben geen idee wat er in ons lichaam komt. Wat zou jij aan Marissa willen zeggen? Nou, ik zou in ieder geval willen zeggen, verdiep je goed bij het RIVM, bij de GGD, op websites in ieder geval. Of bel naar de GGD en vraag, wat zit er nou eigenlijk in dat vaccin? Hoe hebben jullie dat gemaakt? Probeer in ieder geval zelf onderzoek te doen en probeer zelf de goede informatie boven tafel te krijgen. En blijf niet hangen in, nou het zou kunnen zijn dat er wel iets verkeerds in zit. He, want uiteindelijk denk ik, er zijn zo ontzettend veel mensen die dit vaccin nu krijgen. En er is zoveel geld ingestoken door de Europese Unie, door de Nederlandse regering. Door allerlei gezondheidsinstanties om te zorgen dat het een goed, werkend, gezond vaccin is. Ja. Maar je moet wel zelf onderzoek doen. Je moet het echt doen. Zelf onderzoeken. Ja. Dus ik hoop in ieder geval dat je doorgaat zoeken daarna. Als je kijkt naar je groep om je heen, je vriendinnen, je vrienden van jouw leeftijd. Hoe zitten zij erin? Nou, sowieso mijn beste vriendin, die is heel slim. Mm-hmm. En zij wil ook in het laboratorium werken. Dus zij is echt aan het verdiepen nu erin. En zij zegt van, ik ga het wel laten doen. Sowieso, ik ben sowieso niet tegenstander. Ik vind het niet verkeerd als je het wil doen. Ik zou je niet beoordelen als je het wil laten doen. En ook als je het niet wil laten doen. Iedereen is gewoon hetzelfde. Maar mensen om me heen, ik heb vooral vrienden met astma. Ik heb zelf ook astma. Dus bij mij, als ik het zou krijgen, zou het heel zwaar vallen. Het ligt aan dan. Maar de kans is gewoon dat het heel zwaar gaat vallen. En ook bij mijn vrienden om me heen. Waardoor we dan niet meer met elkaar kunnen afspreken. We kunnen niet meer naar bioscoop. We kunnen niet meer met elkaar buiten zijn. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. En als je bent gevaccineerd, is de kans groot dat het wel mag. Dat het wel mag. Oké. Stefano, even Ali Live. Wat doen jullie allemaal? Ja, Ali Live is een jongerenplatform in Almere gericht op Almeerse jongeren. Om eigenlijk in de online omgeving jongeren een stem te geven. In het begin was dat er nog niet. Er was niet een online platform voor jongeren waar ze dat konden doen. En zijn we eigenlijk gewoon de straat op gegaan. Gevraagd wat is jullie mening over studie, wonen, over drugs bijvoorbeeld. Eigenlijk alles wat de jongeren aansprak. Mm-hmm. Daar gingen wij het gesprek over aan. Nou,
Ondertussen hebben we organische groei door meegemaakt, waardoor wij dus bijvoorbeeld voor de gemeente mooie campagnes mochten draaien. En nu uiteindelijk ook een reclamebureau zijn geworden. Dus we hebben aan de ene kant ons jongerenplatform en aan de andere kant hebben we het reclamebureau, waarbij we verschillende doelgroepen willen bereiken en benaderen. We zijn sociaal-maatschappelijke ondernemers geworden. Sociaal-maatschappelijke ondernemers. We zijn niet helemaal daar, maar we zijn wel heel erg bezig met de maatschappij. Je spreekt heel veel jongeren. We hebben het net van de jongeren zelf gehoord. Wat is het grootste bezwaar bij jongeren tegen het vaccin? Weet je zelf? Je ziet toch dat veel op social media informatie wordt ingewonnen wat vaak niet waar is of wat verdraaid is onder het kopje fake nieuws. Een van de grootste argumenten die ik bij iedereen hoor, ook bij jongeren, is: het is niet genoeg ontwikkeld. Het is zo snel gegaan, ik vertrouw het niet. Maar je kan je voorstellen, als je een huis bouwt met 10 mensen, doe je er 10 jaar over of 5 jaar. Maar als je een huis bouwt met de hele wereld, ja, dat is binnen één jaar kan dat op de markt worden gebracht. Oneindig budget. En dat is het verschil met eerdere vaccins die op de markt zijn gekomen. En door al het fake nieuws wat rond wordt verspreid, ja, dan ga je twijfelen. Omdat op een gegeven moment zit je in die rabbit hole, zoals je aangaf. Dan zit je er zo diep in dat je niet meer weet wat echt of nep is. En dan ga je alleen maar achteraan wat jij denkt dat echt is. En dat is die rabbit hole waar je dan in zit. Precies. Aldrik. Je hebt het gehoord. Die jongeren die denken van het kan zo snel gaan. We hebben in een andere aflevering hebben we het er ook over gehad. Het is natuurlijk ook de techniek die een stuk verder is waar men is. En er zijn natuurlijk ook, dit vaccin is niet dat het in de jaren, men is al heel lang bezig met het SARS-vaccin dat zich nu ontwikkeld heeft naar COVID. Kan je dat misschien beter duiden voor me? Ik kan er twee dingen over zeggen. We hebben natuurlijk verschillende vormen van SARS gehad. Mm-hmm. Die waren dan niet in Europa, maar die waren wel in Azië bijvoorbeeld. 10 jaar geleden hebben we daar een bepaalde vorm van gehad. En dit is een variant daarvan. En deze variant die is minder dodelijk. En omdat die minder dodelijk is, verspreidt hij zich veel makkelijker. Omdat mensen gewoon rond blijven lopen en elkaar daarmee dus besmetten. Die eerste variant, daar ging je ook echt wel aan dood. Vrij snel ook. Maar ze zijn toen al begonnen met het ontwikkelen van vaccins. En vervolgens kwam deze variant COVID-19 eroverheen. En toen zijn ze met de hele wereld, al die onderzoeksinstituten en al die overheden, gezamenlijk gaan zoeken naar iets nieuws. Ja, en dan gaat het natuurlijk veel en veel sneller. Helemaal als er ongelimiteerd geld voor beschikbaar wordt gesteld. Dus we hadden de voorsprong van de geschiedenis en we hebben de voorsprong van het feit dat we in deze wereld veel beter met elkaar kunnen samenwerken dan dat we dat vroeger konden. Ja, de communicatielijn is kort, je hebt het internet allemaal komt en ja, daarmee ook vroeger hadden wij een platenkast, tegenwoordig hebben die kinderen iPod. Precies dat. Dat is ook een groot verschil natuurlijk, de techniek gaat heel snel. Jij bent jongerenwerker zelf in Almere. Wat is het gevoel van jongeren op straat? Wat loop je tegenaan? Nou, Stefano heeft het al een beetje aangegeven en dat is ook waar we tegenaan lopen. En mijn rol is werkelijk gewoon met die jongeren zitten, het gesprek voeren en de voorstanders, tegenstanders de situatie gaan benoemen. We leggen niemand wat op, maar we proberen wel te kijken van waar zit je. Nou, je hebt het gehoord net van een jongere en dat is waar we tegenaan lopen. Ja. Maar er is in de media is er heel veel. Weet je, als we het hebben over die AstraZeneca en op een gegeven moment op oudere leeftijd mensen met trombose, Dan zie je wat, wat houdt dat in? Jongeren lezen dat ook, jongeren zien dat ook. En inderdaad, fake news. Wij kunnen die fake news nog kunnen ontcijferen. En jongeren doen dat niet. Ja, ben je zelf gevaccineerd? Ik ben nog niet gevaccineerd. Okay. Ik ben geen tegenstander, ik ben geen voorstander. Maar ik ben wel iemand die, voordat die spuit in mijn arm gaat, wil ik wel weten, wat houdt het precies in? Ja. Ja. Er is wel één heel groot voordeel. Als je langs je auto loopt en je bent gevaccineerd, gaat die autodeur ineens open voor je. Dan heb je geen afstandsbediening meer nodig. Ja. Maar er zijn jongeren die dit geloven. Echt waar? Ja. Serieus? Ja. Maar het is natuurlijk ook van hoe je de informatie vergaat en waar je de informatie vergaat. En tenminste zit je in het proces en dat je het zelf niet hebt afgesloten ervoor. Maar hoe probeer je jongeren dan ook nog zover te krijgen? Want ik bedoel, jij zit zelf nog in twijfel. Hoe krijg je de jongeren wel zover in het gesprek om vooral kritisch ernaar te kijken? Je mag in twijfel zijn en dat kan je ook aangeven. Ik twijfel zelf, maar je vraagt wel aan jongeren, waar zit jij met je gedachten? En waar denk jij over na? Want het is niet dat ik het uitsluit, totaal niet. Ja. Maar ik geef wel aan, als je een keuze maakt, moet je het wel overwogen doen. En dat je erachter staat. Maar je moet ook je ogen niet sluiten voor wat er gebeurt. Mijn vrouw zit zelf in de zorg, afdelingshoofd in een verzorgingstehuis. Dus
we krijgen daar wel inderdaad ook mee wat er gebeurt, al het leed. Dus we zijn daar wel heel zorgvuldig in. Je ziet me zitten nog steeds met een mondkapje. Het grootste gedeelte van Nederland draagt hem al niet meer. Ik draag hem wel. In geval ja, dat deden van... ze vorige week al toen men had aangekondigd dat de mondkapjes in begonnen het al niet dus, te dragen. Dus hoe ga je ermee om? Ja. En dit is wat ik ook uitdraag naar jongeren. Je ziet me nog steeds lopen. Het is niet dat het landelijk inderdaad gezegd is van het hoeft niet meer. Maar neem die veiligheid voor jezelf. Ja, Stefano, ben jij gevaccineerd? Ik ben gevaccineerd. Ik ben ook van mening, het is je eigen keus. Ik ben ook geen, als mensen het niet doen, ben ik niet van, oh, je moet het echt doen. Oh nee, je mag mij ook nog op bezoek komen als je niet gevaccineerd bent. Ja. Alleen blijf je op balkon. Maar het is, zet je een bakje water buiten. Bakje water buiten. Nee, maar weet je wat? Dus kijk, ik snap heel goed dat het eng is. Hè? Want het is iets wat er ineens plots is. Voor jongeren in de generatie waar we het over hebben, is dit de eerste, hoe zeg je dat, niet ja, oorlog, maar wel zo'n situatie, wereldwijde ramp. Dan is het inderdaad, dan komen de vraagtekens. Dus ik vind het niet gek dat er zoveel vraagtekens zijn. Alleen het is aan ons, de GGD, wij als jongeren werken, ik als jongerenplatform. Is het aan ons om die boodschap goed te vertellen, de informatie op de juiste manier te verspreiden, zodat de jongeren het fake nieuws achter zich kunnen laten. Ja. En wij gewoon hun op basis van feiten zich kunnen laten vaccineren of niet. Dan is nog steeds de keuze aan hun. Maar je doet het ook voor elkaar. Doe het voor elkaar. We gingen de straat op en vroegen aan de mensen, bent u al gevaccineerd? Ja, we hebben, of deze, ik heb in ieder geval nu al anderhalve maand geleden mijn prikken gehad. En dat heeft met de leeftijd te maken. Hoe ouder, hoe eerder. En u? Ik was dus iets eerder, zelfs wat dat betreft. Dus het ging ook helemaal goed. Okay, geen last van gehad. Verder ben blij dat we gevaccineerd zijn. En waarom heeft u daarvoor gekozen om het wel te doen? Ja, in eerste instantie vorig jaar had ik zoiets van, nou, ik laat het, waarom? Want de gewone griepprik haalde ik ook nooit. En, de effecten van de ziekte was toch wel zo dat ik dacht van, ja, als ik het niet laat doen, dan neem ik het aan mezelf kwalijk. Maar zeker mijn kinderen en kleinkinderen die zeggen, oma had het nou toch maar gedaan. En dan, dus ik denk, laat maar verstandig zijn en het gewoon wel doen. Ja, ja. Heeft u zich al laten vaccineren? Ja, dat heb ik gedaan. Oké, en waarom heeft u daarvoor gekozen? Ter bescherming. En ik vind dat het toch nodig is. Voor de veiligheid, voor mezelf en de anderen. En had u veel bijwerkingen? Had u daar last van? Nee, niet echt. En ik had maar één prik gehad, namelijk Johnson. Omdat ik zelf in de gezondheidszorg zit. Dus dat was meteen goed. En vindt u dat Almere het goed doet qua vaccinatieplan? Ik moet eerlijk zeggen, ik kom zelf uit Utrecht. En ik heb de vaccin in Amsterdam gehad. Dus ik heb eigenlijk geen ervaring met Almere. Maar ik denk dat het overal hetzelfde is. Ja. En u zegt, u werkt in de zorg. Zijn er meer mensen in uw andere omgeving die zich niet laten vaccineren ook toevallig? Of? Toevallig buren van mij, omdat ze weten dat ik vanuit de gezondheidszorg kom, zeggen van hoe zit dat eigenlijk als we ons laten vaccineren? Heeft het bijwerking? Dus die twijfelen er nog over. Maar ja, ik probeer mensen toch te moedigen hiervoor. Ja. Dus je doet het eigenlijk zelf een beetje, dat informeren onder de... Ja, en dat ze echt niet bang hoeven zijn of de bijwerkingen zijn zelden. En als het zo is, dat is gewoon een teken dat het vaccin wat doet. Dus je bouwt gewoon een weerstand ermee. En is er nog iets wat de overheid daaraan kan doen? Want u doet het nu wel zelf, maar... Hoe bedoelt u? Dat informeren, zeg maar? Dat kan bijvoorbeeld tijdens het vaccineren zelf, bijvoorbeeld. Dat ze dan mensen meer informeren van het is echt goed voor je. En dat ze voorbeelden van andere mensen laten zien die dan alvast al eerder een vaccin hebben gehad. Dit is maar een idee hoor. Het is niet dat het... Dat is het. Okay, super, dankjewel. Hey, fijne dag hè. Marissa, laat me het aan jou vragen. Wat zou voor jou werken? Wat voor informatie denk je dat voor jouw leeftijdsgenoten zou werken? Hoe zouden we jullie kunnen bereiken? Hoe zou de overheid, de GGD jullie kunnen bereiken? Om jullie een weloverwogen beslissing te laten maken. Niet om je te dwingen, absoluut niet, maar om je een weloverwogen beslissing te laten maken. Wat denk je? Sowieso ten eerste duidelijke informatie. Mm-hmm. Dus niet van informatie wat nu in de media is. Want ik en andere jongeren, spreek ik voor alle jongeren, raken daar...
een beetje de weg kwijt. Want we kijken wel naar persconferenties, dit, dat, bla, bla, bla. Ik begrijp ze ook. Ik ook niet. Maar dus dan komt er echt van, bijvoorbeeld, ja, mondkapjes volgende week. Kijk, dat snappen we dan wel, want dat vinden we fijn om zonder mondkapjes in de bus te zitten. Maar ja, andere, nou, in de bus moet het nog. In de bus moet het wel, maar bijvoorbeeld in school moet ook. Maar als we bijvoorbeeld buiten lopen of gaan even naar gewoon de winkel. Gewoon lekker even gaan chillen en dan hoef je het tenminste niet. Als we eten gaan bij Kiwi's, hoeft het niet. Dus dan denk ik echt van, maak het nou duidelijk, want ik snap het niet. Ik heb wel echt om me heen mensen die het duidelijk voor me maken, mensen die in de zorg zitten, mensen die echt bij GGD werken, mensen die echt vaccineren ook gewoon, dan is het duidelijk voor me. En ja. Iemand kwam laatst met het idee, in een van die afleveringen, Mo Hersje zei, misschien moeten ze met busjes de wijken in gaan en plaatsen waar jongeren komen, dat je tenminste plekken waar je naartoe kan gaan om vragen te stellen. Dat je en dan maar dan ook wel niet aan allerlei oude mensen die gaan komen zeggen, je moet het prikje nemen. Hè. Maar gewoon jongeren die ook erbij zijn van je eigen leeftijd, die beter geïnformeerd zijn misschien. Zodat je in je eigen omgeving op een relaxte manier die informatie krijgt. Zou dat werken, denk ik? Ja en nee. Aan de ene kant, jongeren zijn heel eigenwijs. Mm-hmm. Oh? Dus... Ik heb het nooit gedacht, maar nu is het ook. Jongeren zijn heel eigenwijs, dus ik denk niet dat ze gaan luisteren. Maar bij mij op school was het, ik heb er echt een les over gehad van, wat is vaccineren nou eigenlijk? We hebben ook de GGD-trainers gebeld met de klas. Maar het was echt van een eye-opener eigenlijk in de klas. Iedereen dacht dat het anders was, maar het is eigenlijk... Het is gewoon een prikje wat mensen helpt. Maar zo werd het wel omschreven. Toen dachten we echt van, oh, het is wel echt serieus. Het is echt serieus, hè? Ja. Mensen maakten ook een grapje ervan. En toen kregen we echt die les en dan dachten we echt van, oh, het is echt serieus. Het is echt serieus, hè? Oké. Nou, ik hoop dat we een manier vinden om jullie beter te kunnen benaderen. En dat jullie dat ook men luistert naar wat jij nu zegt. Want jij weet het beste te verwoorden. Ik bedoel, ik kan allerlei dingen voor jullie bedenken. Maar jij weet het best wat jullie willen. Romeo, als jij kijkt naar jouw jongeren, hè, die nu bezig zijn of die vragen hebben. Wat zijn de vragen die, behalve wat erin zit, wat zijn de vragen die ze bezighouden qua waarheid of informatie? Waar ze vooral mee bezig zijn is, wat als ik het heb ingenomen en waar mag ik dan wel naartoe en waar mag ik niet naartoe? Want er werd zelf op een gegeven moment gesproken over, er zit een chip in die spuit en dan word je gescand, noem maar op, al dat soort. Dus die vragen lopen ze wel. En als je goed met jongeren praat, dan hoor je ook het fijne, kan ik nog naar een feestje? Dat is voor hun het belangrijkste. Ik wil die vaccinatie nemen, maar kan ik nog naar mijn feestje? Want dat is het eerste van, what's in it for me? Dus je praat en naar een feestje gaan bedoelen, dan kan ik nog een pilletje nemen als ik het leuk vind. Kan ik nog een borrel drinken? Ook, weet je wel, dat gaat onder andere ook daarin. Maar ook vooral is het onbegrip dat ze zeggen, oké, maar we worden beperkt in bepaalde mogelijkheden. Maar als we naar de supermarkt gaan, staan we op 50 centimeter... De inconsistentie van de informatie. Weet je, precies. Ja. Dus het is best moeilijk om dat gesprek met jongeren te voeren. Want ik moet ook zeggen, je hebt gelijk. Ja. Er was een jongere, en nog niet eens qua smetvrees. Dan ga ik naar de supermarkt. Daar staat er een hele lieftallige dame. Die loopt met datzelfde doekje dat karretje schoon te maken. En ze staat de hele dag te doen. Dus hoe wordt het ontsmet? En dan moet ik tegen haar zeggen, je hebt gelijk. Ja. Ja. Weet je wel, dus waar leren wij van dit soort stukjes. En, ja. Ik ga naar Aldrik. Aldrik, wat mogen jongeren allemaal nog? Jongeren mogen in principe als ze gevaccineerd zijn. Als ze gevaccineerd zijn. Dus je mag gewoon alcohol drinken. Je kan zelfs een pilletje nemen, heb ik begrepen. Als je het maar met mate doet, altijd. Ja. En liever niet. Kijk, liever niet. Ik wil het niet promoten. Laat me het goed doen. Ik wil het niet promoten, liever niet. Maar als je toch de behoefte hebt, dan kan het nog als je het maar met mate doet. Precies, dat is het. Dus er zijn eigenlijk geen belemmeringen. Het enige is dat als je het vaccin neemt, dat je dan in ieder geval minder kans loopt om ziek te worden. En ook minder kans loopt om het te verspreiden. En dus ben je voor jezelf en voor je omgeving goed bezig. Daar gaat het om. We hadden het over rolmodels die soms ook moeten uitleggen. Weet je, dat zij zijn gevaccineerd, dat helpt anderen ook mee. Zou dat helpen bij jou, denk je, als je... Welke artiest zou zich moeten laten vaccineren in beeld, zodat jij zegt, oké, zij het heeft gedaan of zij dat doe ik het ook? Nou, mijn voorkeur gaat wel echt uit, want ik ben echt ver van voetballers. Mm-hmm. Dus dan denk ik voetballers. Ja?
Welke zo. Voetballer? Wanneer ga ik hem bellen? De Paya Quincy Promes, denk de ik De Paya Quincy? Ja. Ik denk dat je ze nu even niet moet lastigvallen. Nee. Die hebben hun vaccinatie al gehad tegen Tsjechië. Wat zei je? Ze hebben prikje gehad van Tsjechië, dat bedoel ik. Maar zelfs waren ze erop tegen. Ze waren erop tegen? Ja. Ja? Quincy Promes, Depay. Depay had volgens mij niet zijn voorkeur om te vaccineren. Maar de licht die had hem genomen en die ging in één keer handsballen maken, toch? Dus nee. Die bal bleef plakken aan zijn handen. Nee, maar ik denk dat het belangrijk is dat zulke jongens het ook laten weten gewoon. En die hebben natuurlijk net zo ook hun twijfels als de rest. Dus misschien moet hij er ook overtuigen. Een van de bekende Almeerders die zich wel heeft laten vaccineren, het is actrice en zangeres Manushka Zegelaar-Breeveld. Net gevaccineerd en super blij. Ik ben acteur, ik werk in het theater. Ik heb het hele jaar en het hele vorige jaar niet kunnen spelen vanwege deze verschrikkelijke pandemie die over ons heen is gekomen. Maar er is nu wat aan te doen. Ga vaccineren. Ik heb het net gedaan. Ik mag zo meteen weer van anders. Dat kunt u ook. Ja, weer gewoon gezellig naar shows gaan, gezellig naar feestjes kunnen gaan. Dat zou wel fijn zijn, toch? Ja, nee. Nee? Nee, want het blijft nog steeds, het blijft er. Het gaat voorlopig niet weg. Dus als je naar feestjes gaat, mensen denken als je gevaccineerd bent, dan gelijk weer dicht op elkaar zitten, blij doen. Nee, precies. Maar blij zie je, dus je weet wel drommels goed wat er gebeurt. Het is precies de informatie die we aan de mensen moeten geven. Ook al ben je gevaccineerd, hou je afstand en wees voorzichtig. Helemaal goed, ben blij dat je dat zo zegt. Begrijpen de meeste jongeren dit ook wel, denk je? Ik denk dat we in een tijd leven waarin jongeren alle toegang hebben tot elke informatie die er is. Het zijn ook de meest onderzoekende personen in tijden, zeg maar de jongeren nu. Mm-hmm. Ik denk zeker dat ze het begrijpen, dat het gedaan moet worden. Alleen we moeten als maatschappij met elkaar moeten wij die twijfel wegnemen. Om te laten zien dat het niet erg is en om te zien dat het ontwikkeld is. Dat je het voor een ander doet, maar ook voor jezelf. En die realisatie moeten ze, dat is bewustwording. En dat heeft tijd nodig. Dat heeft tijd nodig. Begrijp je dat? Ja, ik begrijp dat heel goed. En als je het hebt over wat je zegt van ja, wel naar een feestje, maar wel afstand houden. Ja, misschien is dat wel een beetje de nieuwe tijd waar we in terecht zijn gekomen. Als je gevaccineerd bent, dan heb je in ieder geval wel weer de ruimte om ergens naartoe te gaan. Dan heb je wel je vrijheid terug. Redelijk we hoeven terug, niet meer, ja. We hoeven niet meer opgesloten te zitten in huis. Maar ja, het is nog wel met een aantal beperkingen. En het is inderdaad aan ons om ervoor te zorgen dat mensen, dat jongeren ook snappen. Wat we met z'n allen hebben bereikt. En dat sommige dingen ook gewoon echt wel goed uitontwikkeld zijn. Ja. Ik kreeg een vraag van mijn neefje van 19. En die zei, oom Jur, is vaccineren slecht voor je seksleven? Volgens mij heeft hij ineens een seksleven, maar laat me toch die vraag voor hem beantwoorden. Nou, ook daarin geldt, volgens mij is er geen bewijs dat vaccineren of COVID-19 je seksleven op een laag pitje zet. Ja, nou, als je COVID-19 krijgt. Kijk, als je het krijgt wel, maar dat is hetzelfde als met sporten. Ja. Dan ben je op dat moment wel eventjes wat zwakker. Zo simpel is het wel. En als je er weer bovenop komt, dan kun je weer sporten. En dan kun je ook gewoon weer seks hebben. Ja, de vaccinatie ging erin en hij werd meteen stijf. Ja. De arm en de arm. Ja, maar dat je Pfizer hebt gekregen. Nou, dames en heren, we lachen hier. We maken plezier met elkaar. Maar dit is een serieuze zaak. Het is een ernstige zaak. En we hopen dat we ook vooral luisteren naar onze jongeren. En dat is een oproep die ik doe. Niet alleen aan de overheid, ook aan de GGD. We hebben vandaag het verhaal van Marissa onder andere gehoord. We hebben het verhaal van de jongerenwerker gehoord, van Ali Live. Mensen die allemaal in het veld zitten en met de jongeren zelf praten. Ze zijn voor ons een hele belangrijke doelgroep. Want zij zijn degene die move in society en die moeten dat ook blijven doen. Een jaar lang hebben ze echt heel veel moeten missen. En ik moet er niet aan denken dat ik in mijn tijd op die leeftijd dat zou moeten doen. Dus heel veel respect voor onze jongeren dat ze het zo goed hebben volgehouden. Echt alleen maar waardering voor jullie. Laat je goed informeren. Praat met mensen die je vertrouwt. Ga in gesprek. En hou er rekening mee. Je krijgt een zekere mate van vrijheid erin. Maar hou nog even de afstand in acht zoals Marissa dat zo mooi zei. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Dat is deze aflevering weer voor Almere Vaccineren. Ik dank u voor het luisteren. Ik dank jullie allemaal hier voor jullie aanwezigheid. En ik zou zeggen, stay safe. En als je nog niet hebt laten vaccineren, denk er nog een keer over naar de meeuw. Hi. Ja? Dank u wel. Tante S komt voorbij. Hè? Dit is geen jury, Tante S. Tante S blijft dat sowieso komen. Tot de volgende keer, lieve mensen. Ter bescherming. Bam! Ik ben gevaccineerd. Net gevaccineerd, super blij.